Dit is Anja. Ze heeft zorg of begeleiding nodig. Dat is ons werk. We kijken en we luisteren. Regelen zorg en ondersteuning. Door familie en vrijwilligers en door begeleiders. Dat gaat niet vanzelf. Er is iemand nodig die voor de begeleiders zorgt. Want zij geven zorg en begeleiding aan cliënten. En dat is het primaire proces waar het allemaal om draait bij Philadelphia. Er is iemand nodig die de begeleiders inplant. Iemand die voor passende woonruimte zorgt. Iemand die voor de inkoop van spullen zorgt. En iemand die de kwaliteit van de zorg in de gaten houdt. Dit zijn de ondersteunende processen van Philadelphia. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en zijn soms zeer complex. Dat komt deels omdat ze meegegroeid zijn met Philadelphia, die de afgelopen 50 jaar een grote zorgverlener is geworden. Philadelphia werkt aan ondersteunende processen die eenvoudiger zijn. De begeleiders beter helpen bij hun werk met de cliënt. Die minder kosten en die prettiger zijn om mee te werken. Zo kunnen we meer geld en tijd besteden aan de cliënt. Neem bijvoorbeeld het proces van performance management. Dat is het instrument waarmee leidinggevenden in de gaten kunnen houden dat de organisatie werkt zoals hij moet werken. Een organisatie besturen kun je vergelijken met het besturen van een auto. Je moet goed opletten wat er om je heen gebeurt. Je hebt immers passagiers aan boord en je wilt veilig aankomen. Daarom is het goed om te weten hoe hard je gaat, hoe je de motor belast, of je voldoende brandstof in de tank hebt en de lichten het doen. Meer heb je niet nodig, want je wilt ook op de weg letten. Als een organisatie goed is ingericht, doet performance management dat voor een manager. Het probleem van veel organisaties waarbij performance management in de loop van de jaren is gegroeid, is dat de manager niet altijd de informatie krijgt die hij nodig heeft. Hij krijgt wel veel gegevens gepresenteerd, maar daarmee is niet altijd duidelijk wat er precies gebeurt. Via de rapportage krijg je dan wel een blik op de uitkomsten, maar is het moeilijk om te achterhalen wat de oorzaken zijn. Er zijn zoveel gegevens dat het moeilijker wordt om op de weg te letten. Veel operationele data en weinig stuurinformatie zorgen ervoor dat echt sturen niet goed mogelijk is. Daar komt bij dat er achter de schermen veel handwerk nodig is om rapportages samen te stellen en moet er veel werk opnieuw gedaan worden. Dit leidt tot informatie waarmee je als manager niet goed kunt sturen. Het plan is om managers precies dat te geven wat ze nodig hebben om goed te sturen. Minder gegevens die je nog moet interpreteren en meer informatie waardoor je beter begrijpt wat er om je heen gebeurt. Performance management gaat ervoor zorgen dat managers informatie krijgen via een beperkt aantal key performance indicators. Als meters op je dashboard. De informatie wordt minder handmatig verwerkt en strikter gecontroleerd op goede kwaliteit. Het resultaat is dat managers continu inzicht hebben wat er gebeurt en daardoor op tijd bij kunnen sturen. Begin dit jaar is Philadelphia in gesprek gegaan met medewerkers en managers om de processen in kaart te brengen. Om op klankborddagen te horen wat zij vinden van de processen bij Philadelphia en waar we het beter kunnen doen. De volgende stap is met elkaar bepalen welke richting we opgaan en hoe de nieuwe processen eruit komen te zien. Daarna worden de projectplannen gemaakt voor de manier waarop Philadelphia de veranderingen voorbereidt. In het voorjaar van 2014 bepalen we hoe de nieuwe processen ingevoerd kunnen worden. In de loop van 2014 en 2015 worden de nieuwe processen per deelproces ingevoerd. Eenvoudige ondersteunende processen zorgen ervoor dat begeleiders minder tijd bezig zijn met administratie en dat ze meer tijd aan cliënten kunnen besteden. Het zorgt er ook voor dat er meer werk met minder mensen gedaan kan worden. Het betekent helaas dus ook dat er collega's boventallig worden. De komende maanden houden we je op verschillende manieren op de hoogte. Als informatie je persoonlijk raakt, hoor je het eerst van je leidinggevende. Er is gelegenheid om te spreken met de directie en naar elkaar te luisteren. Nieuwe ontwikkelingen lees je in de nieuwsbrief. Informatie en antwoorden op veelgestelde vragen staan op Philanet.